oudere ervaren fietsers langer, gezond en veilig op de fiets houden. Dat is het doel van het project Doortrappen. Het ROV Zuid-Holland organiseert samen met lokale initiatiefnemers en vrijwilligers allerlei activiteiten. Zo worden er in Puttershoek in de Hoekse Waard gezellige dagen georganiseerd met een fietstocht. Jij bent initiatiefnemer van Doortrappen hier in Puttershoek. Waarom vind je het zo belangrijk? Nou, wat je ziet is dat er in toenemende mate ongevallen gebeuren met oudere mensen die op hun fiets stappen nadat ze met pensioen gegaan zijn. En dan bijvoorbeeld nog een elektrische fiets aangeschaft hebben. En dan zijn ze zich niet altijd bewust van de consequenties en de verandering in de verkeersregels die hebben plaatsgevonden. Waarom doen jullie mee met Doortrappen? Door de ervaring hebben wij dus wel geleerd als wij oudere mensen inhalen dat ze heel angstig zijn. En als ze tegemoet komen dat ze ook angstig zijn aan de kant van de weg gaan staan. Wij willen gewoon hebben dat die mensen ook veilig thuiskomen als ze een stukje gaan fietsen. Wat heb je vandaag opgestoken? Nou ja, ook de verkeersregels die al ook aangepast zijn in al die jaren, die ik helemaal niet goed toepaste. Dus dat vind ik wel heel erg belangrijk. Ja, onder andere die verkeersregels die helemaal veranderd zijn, dat wist ik niet hoor. Er ontbreekt een stang, of niet? Nee hoor. En hij ziet er nog steeds stoer uit, toch? Ja hoor, hij is nog niet oud. U ook niet hoor? Ik ook niet. Nou. Tot nu toe is het een groot succes. Hoe komt dat? Nou, dit is een heel duidelijk signaal vanuit de doelgroep geweest dat ze hier behoefte aan hebben. En door de doelgroep mee te nemen in de organisatie hiervan kunnen we ze ook heel goed peilen van wat ze nou precies nodig hebben. En door 's ochtends te leren met het doortrappenmodel en dan 's middags fietsen met elkaar. Ja, weet je, is het eigenlijk een win-win situatie, want ze hebben heel veel sociale contacten onderling en ja, gaan met elkaar op pad. En niet alleen in de Hoekse Waard kunnen ouderen hun fietsvaardigheden testen. Ook hier in Schoonhoven in de Krimpenerwaard is er een doortrappendag met een speciaal fietsparcours. Jullie hebben het initiatief genomen voor deze doortrappendag. Waarom? Wij als Stichtingsfors organiseren we 2 keer per jaar een fietstocht. En we zagen de laatste jaren dat het aantal afneemt. En ik neem een voorbeeld. Als een meneer iedere keer meeging, de laatste keer ging hij niet mee. En hij gaf aan dat hij het ontzettend eng vindt en te spannend voor hem. Dus wij hebben dit initiatief genomen om hem gewoon een beetje bij te helpen. In de gemeente Krimpenerwaard hebben we hier nu voor de eerste keer een doortrappendag georganiseerd. Als ik kijk naar het enthousiasme van de deelnemers, dan gaan we zeker in de andere kernen van de Krimpenerwaard dit soort doortrappendagen ook organiseren. En ik kan iedere gemeente adviseren om daar ook over na te denken en dit ook te gaan organiseren. Je krijgt senioren die zich veiliger voelen op de fiets en zich ook veiliger gedragen in het verkeer. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor de mogelijkheid van de bejaarden en de senioren om door te kunnen gaan met sociale contacten, visites afleggen, dat soort zaken. En wat is jouw tip voor fietsers? Blijven fietsen. Heel belangrijk. Wat vindt u van deze dag? Ik vind hem heel fijn, heel leuk, heel leerzaam. Een gezellige dag en een opsteker ook, dat je er toch wat van leert. Waarom heeft hij zich opgegeven? Nou, gewoon echt om gezelschap te zoeken. Is Doortrappen een eenmalig initiatief? Nee, we willen juist heel graag dat Doortrappen een initiatief wordt wat in alle gemeenten in Zuid-Holland wordt uitgerold. Zodat in heel Zuid-Holland alle ouderen langer veilig op de fiets kunnen zitten.